allemaal, ik ben Leda en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. En ja, het is weer een oogstvlog. Lang niet meer geweest. Heel lang, ja. Omdat, ja, wat zou ik zeggen? Ik weet het niet. Maar nu is hier weer, dat is het allerbelangrijkste. En ik ga vandaag vragen over oogstvlog beantwoorden. Ik heb helaas niet meer vragen binnengekregen, dus daarom heb ik er maar zelf een gesteld. En daar ga ik ook gelijk mee beginnen. Ik ga oogstvlog nog niet pakken, want die is een beetje druk de laatste tijd. Omdat ik vind dat ik heb gespeeld en dan dat hij weer terug gaat spelen als ik hem pak. Dus is die druk. Dus ik ga hem zo meteen pakken als ik de vraag heb beantwoord. En ik heb de vraag gesteld, waarom heet oogstvlog oogstvlog? Want dat willen jullie misschien wel weten. Nou, het is namelijk zo. Toen ik oogstvlog ging kopen, toen zag ik hem in de dierenwinkel. En toen ging ik de hele tijd trucjes doen. Nou, niet echt trucjes, maar die ging de hele tijd op twee achterpootjes staan. En die ging de hele tijd naar achter vallen. En dan deed hij als hij gevallen is, weer en weer en weer. Echt, hij viel gewoon over zich heen. Dus dat vandaar overtje. En daar heb ik ook nog wel wat leuke foto's van. Alleen ik weet niet waar ze zijn, dus die kan ik helaas niet laten zien. En dan de tweede vraag. Oké, voor de volgende vraag heb ik overtje er even bij gepakt. Want de volgende vraag is namelijk van... wow, mijn stem. Nou, die is dus van een gewoon zusjes. En zij vroegen wat voor ras is overtje. En ik heb overtje erbij gepakt, zodat ik goed kan laten zien wat voor ras hij is. Het is namelijk een Russische dwerghamster. Hij is niet uit Rusland, als het goed is. Hij komt als het goed is wel van Koerdistan. En je kan het zien aan Russische dwerghamsters. Ze hebben altijd een wit buikje. Een zwarte streep. En voor de rest zijn ze grijs. En ze zijn wat kleiner dan normale hamsters. Want normale hamsters, zoals de Syrische en zo, die zijn ongeveer, ja, zou ik zeggen, zo. Een oogstje, die is wel wat kleiner dan dat. Oogstje is zo en hun zijn ongeveer zo. Dus ja. En dan gaan we op naar de derde vraag. En die komt van Nova TV. En zij vraagt, wat eet oogstje het liefst? En ik zal laten zien wat ze het liefst eet. Dat, nou, ik zal het niet laten zien, want dat is een beetje veel. Want ze eet heel veel het liefst. Ja, je hebt heel veel liefens eten. Namelijk, die kan ik wel even laten zien. Ze vindt deze snoepjes heerlijk. Dat zijn appelsnoepjes, die rode. En ze vindt zonnebloempitten heerlijk. Dat zijn van die, ja, die zwarte dingen die uit zonnebloem komen. Dat zie je ook, ja. Die heb ik wel vaker laten zien. En ze vindt pinda's ook heel erg lekker. En haar lievelingseten is dat worteltje daar, dat oranje ding. Die hebben we net nieuw, want gisteren koei schoongemaakt. Dus ja, dat waren de vragen. En als je denkt, oh, ik wist niet dat de video is opgeloot en ik heb alsnog een vraag, stel me dan weer lekker. Ik kan in elke video nog even snel een vraag beantwoorden. Dus ja. Als je dat wilt, stel maar gewoon lekker. En dan is oogstvlog ook weer een beetje speels aan het worden. Je denkt steeds dat ik wat heb verstopt. Ja. Wat ga je doen? Mooie close-up van hoe oogstvlog alles gaat zoeken. Wat zoek je? Oh, je bent zo schattig. Nou, ik denk dat het zo weer tijd is voor jou om terug in de kooi te gaan. Ja, hè? Oké, ik ga je weer terug in de kooi zetten en dan kom ik bij jullie terug. Zo, hier zijn we dan weer. Ja, het is wel een beetje aan het snoepje te ruiken. Wat is dat? Is dat appel? Oh ja, appel vindt ze ook heel erg lekker. Maar het snoepje ook. Maar dat snoepje smaakt naar appel, dus ja. Appel vindt ze echt heel erg lekker. Broccoli ook. Tomaat vindt ze ook heerlijk. Ze is echt een groente-eter. Maar wortel vindt ze wat minder, maar ik vind dat juist wel weer lekker. Tenminste, koude. En ja, het is lekker wat aan te eten. Geniet er nog maar van, hoortje. Geniet er nog maar van.
Ja, nou dan ga ik even vroeg voor eens afsluiten. Want het is zo wel goed geweest. Hopelijk vond je deze video leuk. Sorry dat mijn stem een beetje zo is, maar dat heeft iedereen denk ik wel. Want de meeste kinderen zijn ziek bij ons op school, dus ja. En dank voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je hem leuk. Als je het leuk vond, vergeet dan zeker geen like achter te laten. En Arthur en ik, die wens jullie allebei nog een fijne dag verder. Arthur en ik wens jullie allebei nog een fijne dag verder. En dan zie ik jullie later weer. Ik weet niet wanneer, maar in ieder geval later. Tot de volgende keer weer. Met trouwens, Arthur, wat heb jij net gedaan? Wat deed jij net? Nou, laat maar. Tot de volgende keer. Doei!